Ik woonde eerst heel laag in Capelle. Maar op een gegeven moment heb ik besloten, ik ga in het centrum wonen. Maar ik wilde in hoogbouw. Ik wilde in het centrum van Rotterdam. Ik wilde kunnen lopen en genieten van de architectuur. Ja, hoogbouw hoort bij Rotterdam. Rotterdam is anders dan die andere steden. Het ziet er misschien aan de buitenkant niet zo uit, maar er zitten hele verschillende woningen. Ook in de hoogbouw, van starterswoningen tot penthouses voor mensen met een heel zwaar gevulde portemonnee. De enorme vrijheid die je hebt van het uitzicht. Ik bedoel, de weersveranderingen. Je weet dat je met heel veel mensen in die hoogbouw woont en toch ervaar je het zelf als uniek. Het is mijn uitzicht. Ik hou van ruimte. Dat zie je ook een beetje aan deze kamer. Ik bedoel, deze kamer is 55 vierkante meter. Maar ik voel me hier niet alleen. Ik voel me hier een beetje Beatrix. Meer mensen in de binnenstad is goed voor de stad. Omdat er dan meer winkels komen, meer terrassen komen, meer restaurants komen, meer voorzieningen kunnen zijn. En daardoor veel meer gezelligheid in die stad komt. In Rotterdam Centrum, daar zouden gewoon 100.000 mensen moeten wonen. Ondanks de crisis is er nog steeds heel veel vraag naar woningen in de binnenstad. Het verkoopt, het verhuurt. Mensen willen er heel graag wonen. Deze plek is exemplarisch voor wonen in deze regio. Hier hebben vroeger 6 flats gestaan, gestapelde bouw dus. Was nodig een woningnood na de Wereldoorlog. En nu zijn ze allemaal gesloopt en wat komt er voor terug? Een gezinswoning, een woning met een tuintje. De woningnood is veranderd. De echte nood is weg en nu gaat het om kwaliteit. Rondom een pleintje, een soort hofjesgedachte, controle, contact met elkaar. Ik denk toch dat als je de kans krijgt om zo'n woning te krijgen, dat gewoon het ultieme eigenlijk is. Je hebt je tuintje voor, zomers lekker buiten. Op een flat is dat allemaal heel beperkt. Je hebt je balkonnetje en daar houdt het op. Hier kan je buiten eten, je kan barbecuen, noem maar op. Gewoon leuk. En dat heb je op een flat niet. Want als je daar gaat barbecuen, dan zeggen de buren boven je van, moet dit. Deze flat die gaat weg. Daar worden straks weer eengezinswoningen voor teruggebouwd. Een groot park wordt hier aangelegd, zodat mensen ook weer vanuit die eengezinswoningen zicht hebben op waar de kinderen spelen, waar men gewoon ook met elkaar kan recreëren. Hier zitten dure woningen, goedkope woningen, zowel huur als koop door elkaar heen. En men heeft allemaal, ongeacht het inkomen, toch een beetje dezelfde behoeften. Ik bedoel, dit soort woningen hoeven we eigenlijk geen moeite om te verhuren. Die zijn al verhuurd voordat wij ze gebouwd hebben. Mijn huisje heet Huisje Weltevreden. Ik ben zo blij en gelukkig in dit huis dat ik hier oud wil worden. En daarom heb ik het Huisje Weltevreden genoemd. Ja, kijk om je heen.